Goedendag, je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza.nl. Op de weerkaart zien we een hoog drukgebied liggen boven nou, Centraal-Oost-Europa. Dat zorgt voor schitterend weer in het zuidoosten van Europa met temperaturen van 30 tot 35 graden. Volop zonneschijn. En in Griekenland en Turkije zelfs temperaturen boven de 35 graden. Verder ook vrij weer in de zuidelijke helft van Italië en in Portugal en Spanje. Maar Blikvanger voor ons is een lage drukgebied ten westen van Ierland. Daar lag die vanochtend en uh, dat lage drukgebied brengt regen op ons af. Op dit moment regent het al in een groot deel van het land en het blijft vanavond en vannacht regenen. Pas morgen overdag trekt de regen weg. En als je in Limburg woont, dan wordt het pas morgenavond of in de nacht naar woensdag weer droog. Langdurige regenval en dat komt doordat dat lage drukgebied uh, heel langzaam trekt. En ook een beetje oplost en uiteindelijk deze koers gaat volgen. En daardoor wordt het ook heel nat weer in eigenlijk dit hele grote deel van Europa. Tientallen millimeters op sommige plaatsen, 20, 30, op enkele plek 40 millimeter. Slecht weer dus. Als we de boel in beweging zetten, zien we het ook. Het lage drukgebied komt via Ierland dichterbij. We zien zwaardere neerslag in het neerslaggebied ontstaan. En dat trekt dan over België en het zuiden van Nederland onze kant op. En dan langzaam Duitsland in. Morgen in de loop van de dag vanuit het noorden beter weer. Dan komt er een zwak hoogdrukgebied boven de Noordzee te liggen. En die zorgt er ook voor dat we woensdag schitterend weer hebben. Echt een hele fraaie dag. Donderdag komt er vanuit het zuidwesten opnieuw bewolking aan. En dan gaat er later op de dag ook weer wat regen vallen. Maar eerst de regen van vandaag. Op de wilden zien we het neerslaggebied langzaam aangroeien. In het noorden van Nederland bleef het heel lang droog. Vanavond eigenlijk ook nog. En daar scheen ook lang de zon. In het zuiden ging het wel regenen, maar dit ging wel samen met warme lucht. Nou, warme lucht, zachte lucht. Daardoor liep de temperatuur in de zuidelijke provincies op naar zo'n 18 à 19 graden. Daar hadden we de hoogste waarde van vandaag. Vanavond is overal bewolkt, van tijd tot tijd regen. Alleen op de Waddeneilanden is het nog grotendeels droog. In de nacht kan er ook op de Waddeneilanden een spatje vallen, maar daar blijft het zeer minimaal. De meeste regen trekt over de zuidelijke helft van het land. Daar kan het af en toe flink hozen. Temperaturen 10 tot 14 graden. Morgen overdag. In de ochtenduren nog steeds flink wat regen, maar in het noorden wordt het snel droog en in het midden wordt het in de middag droog. Vanuit het noorden gaat dan nog steeds meer plaatsen de zon schijnen, alleen in het zuidoosten blijft het tot de avond regenen. Daar wordt het pas in de avonduren droog. Temperaturen in het zuiden morgen het laagst, 16 graden en de hoogste temperaturen in het noorden met 18 graden. Maar als de regen dan eenmaal weg is, dan krijgen we een schitterende woensdag, flinke zonnige periode en een paar wolken. De temperaturen komen eindelijk weer eens boven de 20 graden uit, voor 20 tot 23 graden. Ook donderdag 20 tot 23 graden, maar zoals gezegd in de loop van de dag vanuit het zuidwesten bewolking, gevolgd door regen. Vrijdag een afwisseling van zon, wolken en enkele buien, en ook dan temperaturen rond 20 graden. Het is dus eindelijk wat minder kil. En die temperaturen van ongeveer 20 graden die lijken we voorlopig te houden. Uitzicht op 25 graden is er eigenlijk niet of nauwelijks. Maar een echte daling zit er ook niet meer in. We gaan dus stabiel tot rond 20 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.